Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 10 augustus 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag is er morsen en een SSTV plaatje in PD50. Dit keer een plaatje met, of was het over, of misschien toch voor, PA9TV. Oké, het is komkommertijd, maar daarmee maak je nog niet alles goed. Je kunt als journalist natuurlijk geen onzin schrijven, en zeker geen onzin die ook nog eens beledigend is voor een hele categorie hobbyisten. Een journalist van het AD, met dit artikel misschien wel de grootste leugenkrant van Nederland, deed dat vandaag wel. Wanbetalers verliezen radiofrequenties, zo staat erboven. Eigenaren van een radiofrequentie hebben weinig zin om daarvoor 31 euro te betalen. Volgens het artikel wordt daarom 2500 licenties ingetrokken. Het artikel gaat vervolgens verder over amateurradiostations en marifooneigenaren. Nederland telt volgens het artikel 12.881 van die laatste categorie, de zendamateurs dus. En waar eerst nog sprake was van 2500 scheepseigenaren en amateurradiostations die samen niet zouden betalen, blijken het nu ineens alleen nog 2500 radioamateurs te zijn die hun rekening niet betalen. Ja, en 2500 van de in totaal 12.881 zou inderdaad wel eens in de buurt van de 3,5% kunnen zijn. In werkelijkheid waren het in totaal ongeveer 1000 van beide groepen en slechts 227 amateurs uiteindelijk die niet betaalden. En dat is ongeveer 0,35% en niet 3,5%. Het artikel stelt verder tussen neus en lippen door ook nog even dat zendamateurs legale piraten zijn, waarbij dat legale tussen aanhalingstekens staat, oftewel wij zijn eigenlijk etenpiraten. Een dikke min voor het AD. Net voor de uitzending reageerde overigens journalist David Bremmer, die het artikel heeft geschreven aan de Daily Minutes. Hij schrijft: ik heb deze week vrij en ben aan het verhuizen. AD-bericht was verschoven, vandaar. En in een tweede tweet: maar apart dat de formulering legale piraten zo'n aanstoot geeft onder radiozendamateurs. Verbaast me oprecht. Er is ook leuke nieuws. Vanavond om ongeveer 8:45 lokale tijd is het ISS weer een keer te horen tijdens een gepland QSO op 145-800. De ervaring leert dat je al op een eenvoudige antenne met het International Space Station kunt meeluisteren. Als je buiten gaat staan, gaat dat al op een eenvoudige baar of veenportofoon of een scannertje gewoon op de eigen antenne van het apparaat. Het is deze keer astronaut Takuya Onishi, KF5LKS, die praat met de OK2KJT radioclub Valeska Polanka in Tsjechië. Het heeft overigens geen zin om het ISS aan te roepen. Niet alleen is het een split frequentieverbinding, maar er wordt ook nog eens niet naar andere stations geluisterd dan waarmee een afspraak is gemaakt. ARIS zoekt volgens een artikel op onder andere drc.de, trouwens momenteel scholen om QSO's mee te maken. Mocht je een goed fragment hebben opgenomen, aarzel dan niet om het in te sturen voor de uitzending. Vanavond om 8:45, dus op 145-800 in FM. De klokken zijn terug, zo mailt Heathkit aan leden van zijn insider mailinglijst, afzender het Heathkit team. De naam en de erfenis van Heathkit kwam een paar jaar geleden in handen van een nieuwe club die nogal met raadselen omgeven was. Het legendarische merk is ondanks de nodige scepsis echter aan een voorzichtige herstart bezig. Op de site shop.heathkit.com kun je inmiddels meer dan 10 producten bestellen, waaronder een VHF-UHF stealth-antenne. Hoe je er ook over denkt, een bezoekje is de site zeker waard. shop.heathkit.com dus. Verschillende media melden dat de lancering van de S-Heil-satelliet is verplaatst naar het derde kwartaal van 2017. De S-Heil-satelliet is een commerciële geostationaire satelliet die echter ook een lineaire transponder van 250 kHz aan boord heeft en een 8 MHz brede transponder voor digitale amateur-tv-uitzendingen. Ja, tenslotte nog wat middengolfnieuws. Radio Emmeloord heeft vergunning gekregen voor 50 watt op 747 kHz in de middengolfband.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartjexdv.me. Do you suffer from the heartbreak of brain rot? Feeling bored, sluggish, listless? Not had a new idea in days? Using electronic gizmos without a clue why they work? Now there's help. Ham radio. Guaranteed to stimulate your corroding neurons and open a whole new world of excitement. Side effects of ham radio usage include mental stimulation, desire for education, new career paths, understanding of technology, and cases of addiction have been reported. If you experience any of these symptoms, you're welcome. Ham radio. It's not your granddaddy's radio anymore.